Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag gaan we weer een aantal actualiteiten bespreken en natuurlijk gaan we Bitcoin behandelen. We staan op best wel een interessant punt in de markt. We hebben na een flinke stijging iets van een pullback gezien en we zijn nu op best wel een kritiekpunt aangekomen. Daarnaast gaan we natuurlijk kijken naar Ethereum en de recente stijging van Zilliqa. Dus blijf zeker kijken en laat er vast eventjes een like achter en vergeet zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan gaan we nu beginnen met de video. Laat vooral in de comments weten welke coins jullie graag de volgende keer willen zien. Dan kunnen we dat ook weer meenemen. Dan gaan we nu beginnen met de eerste actualiteit van vandaag. En dat gaat over, gaat Apple crypto accepteren? Is natuurlijk een gerucht dat er heel lang gaande is. En eens in de zoveel tijd komen er weer bepaalde dingen online, waardoor die link al snel weer gelegd wordt. En dit keer lijkt het toch best wel concreet te worden. Want er was een artikel op Bloomberg waarbij dus werd gezegd Apple wil minder afhankelijk worden van externe partners als het gaat om betalingen. Ze zijn dus bezig, of ze zouden bezig zijn met een eigen financiële infrastructuur, waaronder dus ook kredietbeoordeling, fraudeonderzoek en een hele hoop andere processen. En die ontwikkeling zou dus een flinke uitbreiding betekenen voor Apple Pay. Wat het interessant maakt is dat Jack Mallers, dat is een CEO van Strike. En Strike is een applicatie die betalingstransacties faciliteert op basis van het Lightning Network, dus van het Bitcoin Lightning Network. Die heeft toch wat interessante dingen laten doorschemeren, met name op Twitter. Hij had daar namelijk een post gedaan met een aantal afbeeldingen en best wel opmerkelijk. Dus je ziet namelijk het Amerikaanse bank Chase en daarbij steekt hij gewoon de middelvinger op, waarbij hij toch wel een redelijk duidelijk signaal daarin afgeeft. Maar wat vooral opvalt is dat hij een Apple petje draagt en dat kan best wel eens een hint zijn wat misschien komen gaat over een week wanneer het blockchain evenement in Miami is. Daar is hij namelijk spreker. En hij heeft aangekondigd dat er heel groot nieuws aan zit te komen. Dus hij heeft zich in ieder geval in de kijkers gezet door dus subtiel te hinten naar misschien iets met Apple, een samenwerking. Of dat echt zo gaat zijn, dat moet nog blijken. Maar in ieder geval, hij trekt zo flink de aandacht naar zichzelf toe. Zou in mijn ogen super positief zijn voor de cryptomarkt als Apple dus inderdaad die cryptotransacties gaat accepteren. Dan gaan we naar het volgende topic en dat gaat over Axie Infinity's, oftewel AXS, en daarvan het Ronin Network. En die beloven al het gestolen geld terug te betalen. Dat heeft natuurlijk te maken met een hack die een paar dagen geleden heeft plaatsgevonden, waarbij dus meer dan 600 miljoen verloren is gegaan. Dat werd dus gehackt op de bridge, oftewel de token bridge. En die token bridge faciliteert als het ware cryptotransacties van de ene blockchain naar het andere. En in dit geval van AXS naar Ethereum. Daar zitten dus echt schijnbaar fouten in de technologie, waardoor het kwetsbaar is voor hacks. Zo'n token bridge, dat is niet de eerste keer dat zoiets wordt gehackt. Als je iets teruggaat richting februari, zie je ook dat bij Wormhole werd ook 321 miljoen aan Ethereum gestolen. Ook bij zo'n soortgelijke token bridge. En het geeft dus aan dat deze technologie toch nog wel enigszins in de kinderschoenen staat. En dat er gewoon, ja, het is wel kwetsbaar voor hacks. Ronin heeft dus aangekondigd dat ze de funds terug gaan betalen aan de mensen die dat verloren zijn. Verder geven ze aan in een nieuwsbrief dat het een grondig onderzoek uitvoert met blockchain onderzoeksbureau Chain Analysis en beveiligingsbedrijf CrowdStrike om te ontdekken wie achter de hack van meer dan 625 miljoen Ethereum zit. Dan gaan we naar de analyses en we hebben vandaag weer een aantal analyses voor jullie in petto. Waaronder Bitcoin, Ethereum en uiteindelijk Zilliqa. Zilliqa is natuurlijk op kaart gegaan, dus gaan we er zo meteen ook zeker eventjes naar kijken. Ik wil eerst eventjes een aantal scenario's met jullie in kaart gaan brengen, die zeker relevant zijn om in de gaten te houden. Want zoals we eigenlijk al weken, zelfs maandenlang spreken, zijn er twee scenario's die we in de gaten kunnen houden. Allereerst hebben we het ranging scenario. Dat is, we hebben een high gevormd, we hebben een low gevormd. Waarbij we aan de bovenkant liquiditeit hebben opgehaald. Dus de meest logische uitkomst volgens liquiditeit is dat we een beweging omlaag gaan zien. En dus aan de onderkant liquiditeit ophalen. En dat doen we net zo lang met het ranging scenario totdat we kant kiezen. Dat kan aan de onderkant zijn of aan de bovenkant. Dat is ook verder niet relevant voor een range. Wat wel relevant is, is dat je aan de bovenkant zoveel mogelijk naar shorts kijkt.
en aan de onderkant zoveel mogelijk naar longs. Dat is in feite waar het een beetje op neerkomt volgens deze theorie. Maar volgens het liquiditeitstheorie scenario zou je dus een pullback kunnen gaan zien richting de 28.822. Vrij extreem. Persoonlijk denk ik eigenlijk dat we meer upside gaan zien. Want nu komen we bij het volgende scenario. Allereerst even deze supply intekenen. En die ligt op de 50.775 tot aan 46.508. Dan gaan we eventjes de highs en de lows identificeren. We hebben hier een high gevormd, een low gevormd, een high-high gevormd. En dit kan dus de high-low zijn om dus vervolgens weer een high-high te mogen verwachten. Dit is eigenlijk een beetje het scenario waar ik naar neig. Waarom? Omdat we hier lokaal de low toch lijken te confirmeren. Hoe zit dat? We hebben hier namelijk, ik zal dit eventjes weghalen. We hebben hier namelijk een low gevormd. We hebben hier een high gevormd, we hebben een high-low gevormd en we hebben een high-high weer gevormd. Dus we hebben en de macroconstructie die nog steeds higher highs en higher lows laat zien, dus bullish is. En we hebben nu dus ook de lokale constructie, dat was dus bearish, maar dat is nu dus bullish gekanteld. En dat is ook de reden waarom ik nu dus ook meer neig naar nieuwe highs creëren, in ieder geval nieuwe lokale highs. Maar daarvoor hebben we dus nog één barrière die serieus in de weg ligt, want er is nog een bearish scenario mogelijk en dat is letterlijk vanaf de huidige prijsactie. Want je kan het ook zo zien dat dit al een soort van subwave was. Dus je hebt dan deze move down, een lower high creëren en dus die lower low. En daarmee zet je dus in feite gewoon de downtrend voort. Dat is eigenlijk, dit is het punt waar we dat moeten doen. Dus als we deze supply niet gaan afwijzen, als we hier dus een movement omhoog gaan zien, ben ik er echt heilig van overtuigd als we een candle close boven krijgen. Het liefst op de weekly, daily zou ook al nice zijn. Ben ik persoonlijk van overtuigd dat we richting in ieder geval de range high gaan bewegen. En ik denk dat we dan gewoon door gaan pushen richting nieuwe all-time highs. Ja, waar je dan gaat komen, dat zien we dan wel weer. Maar vooralsnog is dat waar ik naar kijk. Ik ben dus wel bullish lokaal, maar we zitten wel tegen resistance aan. Dus iets van de pullback zou dus ook niet gek zijn. Daarvoor gaan we even een timeframe laag kijken richting de daily. En op de daily zien we dat we een prachtig level hebben gecreëerd waar we heel lang over gesproken hebben. Dus die 44.500 die ons de hele tijd hieronder heeft gehouden. Continu rejections heeft gevormd. Meerdere keren zelfs, waardoor het echt een clean level is. En nu kan het dus de eerste keer zijn dat het als support kan fungeren. Dus de meest bullische outcome vanaf hier is dat we hier dus die supply hebben getest, pullbackje gemaakt. Helemaal niet erg. En dat we vanaf hier dus alsnog die push gaan maken om die supply te invalideren. Is dit garantie? Nee, absoluut niet. Bitcoin neigt er wel eens na om zo'n leveltje te breken en dan later alsnog die push omhoog te maken. Dus een soort van deviatie te vormen. We hebben natuurlijk eerder in het verleden ook zo'n clean level gehad. Dat was hier zo. Waarbij we dus ook perfecte highs hier hebben gecreëerd. Dit is resistance, hier breekt hij, hier komt hij weer onder, dient weer als resistance, 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 hier ook nog als resistance. En daarna komt hij erboven, zou je zeggen, dit wordt dan support, verliest hij alsnog die support en daarna komt die push omhoog. Dit zou best wel vergelijkbaar kunnen zijn dat je dus ook hier eerst een push omlaag maakt, hier ergens de high and low neerzet en vanaf daar die push omhoog gaat krijgen. Waardoor je dus in feite deze movement kopieert. Wat dus helemaal niet zo gek zou zijn. Persoonlijk geef ik mooi de voorkeur aan dit clean level terugtesten en die push omhoog. Maar houd er dus ook rekening mee. Het is zo'n opzichtig level. Ja, Bitcoin neigt er dan vaak naar om dan daarmee te gaan klooien. En dat hij er eerst een keer flink doorheen wikt of zelfs ondersluit. En dat hij vanaf daar die push omhoog maakt. Nou ja, prijstechnisch mag het ook gewoon, hè. Want ook op de daily hebben we gewoon een dikke vette high high neergezet. En mag je dus ook gewoon een stuk lager terugtesten. Sterker nog, je mag zelfs hier de demand helemaal terugtesten. Dus alles boven deze low, dus boven de, 37.850 ongeveer. Alles daarboven is gewoon een higher low. En kun je daarna dus ook gewoon een higher high verwachten. Dus nu we deze dikke higher high op de daily en de weekly te pakken hebben, ga ik er dus ook gewoon vanuit dat we ergens een higher low neer gaan zetten. Totdat het tegendeel wordt bewezen. En dat is gewoon het beste hoe je op dit moment richting de markt kan kijken. Ethereum heeft ook serieus movement laten zien.
loopt hij in de supply, weekly supply, net als Bitcoin. Hij is ietsje verder erin gesloten. Bitcoin is meer eronder gekomen. Wat interessant is, is dat we hier de liquiditeit hebben opgehaald. Maar dat we ook hier lokaal low, high, low en low hebben hier neergezet. Maar daarna wel een higher, higher. Waardoor je dus dat bearish scenario invalideert. En dat je dus met een eventuele pullback een higher, higher kan verwachten. Dat is dus ook waar ik voor Ethereum op dit moment naar kijk. Ziet er gewoon serieus best wel prima uit. Maar loopt ook hier in resistance op de weekly. Maar ligt op de daily juist weer op support van die voorgaande highs. Dus een beetje een discutabel punt. Ik zou ook niet per se hier zoeken naar long entries. Die zou ik gewoon laag gaan kijken, bekijken. Nou ja, deze supply is geïnvalideerd. Dus de daily supply, want we hebben een candle close erboven gezien. En volgens onze strategie een daily candle close boven een daily supply betekent supply geïnvalideerd, niet meer relevant. Nu maken we dus die pullback en nu kun je dus gaan kijken van wat kun je terugtesten. Nou, we hebben hier een daily zone liggen, maar die vind ik niet zo heel interessant omdat het een beetje een intermediair level is tussen deze highs en dan deze consolidatiefase hier. Dus dan ga ik automatisch gewoon een laag kijken, iets defensiever en dan kom ik dus op de voorgaande high uit in combinatie met een 4-hour zone die hier ligt. Dat is ook de plek waar ik al geïnteresseerd ben in longs, mochten we daar gaan komen. Verder heb ik niet zo heel veel interesse om Ethereum op te pikken. Waarom niet? Je moet ook niet vergeten waar Ethereum vandaan komt. Hè? Dus Ethereum heeft gewoon een serieuze movement van 42% laten zien. Hij mag best even een stukje verder terugtesten, dat is helemaal niet erg. Hè? Heeft hij ook op de daily natuurlijk die market structure break gemaakt. Hè? Dus low, high, die movement omlaag gezien, low gecreëerd. High, high, ja, zelfs ten opzichte van deze high, maar dus ook lokaal hebben we dus gewoon die constructie gekanteld. Dus zelfs al zouden we dit doen, is het gewoon een high en low en kun je omhoog kijken. Kortom, ik ben ook op Ethereum best wel bullish. Zou ik hier een entry gaan spelen? Nee, daarvoor wil ik iets van een pullback zien van ja, pak een beet 8-9%. Daar ben ik geïnteresseerd, hier ben ik niet geïnteresseerd. Maar conclusie is wel, ik ben gewoon bullish op Ethereum, ziet er gewoon serieus gewoon goed uit. Dan gaan we naar de laatste coin en dat is Silica. Ja, Silica is toch wel gigantisch gestegen. Ik heb even twee verschillende kleurtjes qua zones gemarkeerd. En dat doe ik omdat ik even een verhaaltje wil uitleggen over wanneer je moet gaan instappen. En wanneer je dat vooral niet moet gaan doen. En wanneer je misschien zelfs winsten moet gaan realiseren. Allereerst de groene zone. Logischerwijs, dat is waar je in wil stappen. En dan kun je denken van ja, je stapt laag in en je hoog verkopen. Dat is toch heel simpel. Maar je moet wel een beetje gedachtegang daarachter begrijpen. Want je wil ergens op een logisch punt in gaan stappen of met DCA toepassen. De enige mogelijkheden hoe je in groen je entries kan gaan nemen is als je of DCA toepast. En bijvoorbeeld als we eigenlijk een serieuze correctie naar topvorming gaan zien. Begin je bijvoorbeeld hier zo met inschalen op de weg naar beneden, koop je telkens stukjes bij. Nou, stel dat je dus vanaf hier gaat stijgen, dan lig je gemiddelde entry ongeveer hier zo. Dan kun je denken van ja, dat is niet de meest optimale entry, niet eens in de groene zone. Maar als je kijkt, heb je zelfs vanaf hier gewoon 307% stijging te pakken. Door puur simpelweg te DCA. Dus op de weg naar beneden koop je structureel een klein stukje bij. Bijvoorbeeld iedere 20% down koop je een stukje bij of zo. Dat is methode 1. Waardoor je je gemiddelde entry dus relatief laag kan krijgen. Methode 2 is dat je dus erg op strategische prijspunten gaat kopen. Er zijn twee mogelijkheden binnen deze chart geweest om te kunnen kijken naar een entry. Punt 1 was de weekly demand die hier gevormd was. Nou, je hebt het gewoon netjes teruggetest, had je orders klaar kunnen leggen en had je die movement omhoog kunnen meepakken. Ik heb het persoonlijk gemist, maar ik zat daarna wel te kijken naar een entry, nog steeds in deze groene zone. En dan gaan we even iets verder op inzoomen. We hebben namelijk recentelijk een strategische video gepost. Of een strategievideo. Die staat ook op ons kanaal vastgepind. Ik zal hem ook even vastpinnen onder de video. Met een linkje daar naartoe. Want we hebben een bepaald entry patroon. En daar kun jij ook van profiteren. Puur door deze stappen te doorlopen. Allereerst wil je graag de liquiditeit, want daar is dit hele principe op gebaseerd. Je wil de liquiditeit identificeren met een low, met een high, namelijk de eerste low en dan de eerste high, die vormen de major liquidity areas. En zoals de theorie luidt, als je aan de ene kant de liquiditeit ophaalt, is het meest logisch gevolg daarna dat je de liquiditeit aan de andere kant op gaat halen. Dus je haalt hier de liquiditeit op,
namelijk onder deze low. De meest logische verwachting is daarna dat je de high op gaat zoeken. En dat is uiteindelijk hier dus ook gebeurd. Nou ja, verder push je dan gewoon gelijk door. Dat kan, dat is alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Maar het gaat erom dat je graag na het ophalen van deze liquiditeit richting deze liquiditeit wil spelen. En het enige wat je dan dus wil doen is lokaal iets van een kanteling constructie zien. En aangezien we op liquiditeit aan het traden zijn, wil je dus graag boven de liquiditeit een candle close zien. Nou ja, die candle close komt er. Dat is namelijk deze candle. Vervolgens push je nog iets door. En daarna wil je dus op een pullback de entry gaan nemen. En dat doe je niet zomaar op een bepaalde plek. Dat doe je ook weer op een strategisch prijspunt. Nou ja, dan kun je dus werken met demand, supply en demand. En dan ligt hier mooi een demand die we hadden kunnen terugtesten. Helaas hebben we dat gefrontrund, dus daar hebben we niet de positie kunnen krijgen. Maar dit principe werkt supergoed en bekijk vooral even die video dus. Ik heb onder de video ook een aantal, recente voorbeelden neergezet, zodat je het zelf ook eens kan bekijken dat het wel degelijk goed werkt. Nu hebben we gewoon een beetje pech dat hij net gefrontrund wordt en krijg je die push omhoog. Maar het gaat er dus om dat je of met DCA of met strategische prijspunten bepalen, dus technische analyse, zorgt dat je ergens in dit gebied je posities gaat inladderen. In dit gebied hier kun je eigenlijk alleen maar denken aan winst te nemen. Je gaat niet short, maar je gaat niet sterkte shorten. Je gaat zeker niet long. Want je zit al knetterhoog in de impuls, dus dat wil je ook niet. Sterker nog, je zit tegen de voorgaande highs aan. Dus het enige wat je hier kan doen is kijken naar winst nemen. Dus mocht je nou meer over willen leren over hoe je op strategische prijspunten en dus eigenlijk hele goede prijspunten je entries kan baseren, waardoor je in dit geval dus misschien wel 550% ongeveer had kunnen pakken als je die entry wel had genomen hier en je had het op tijd gezien, bekijk dan zeker eventjes onze website www.cryptocointalk.nl/tradecursus. In onze university, waar dus ook de tradecursus staat, daar behandelen we alle aspecten die jij moet kennen om deze strategie toe te passen en ook andere strategieën aan te leren. Dus hoe neem je een entry, waar stap je in, waar neem je je verkooppunten, waar staat je stoploss, dus hoe dek je je risico af, hoe bereken je je positiegrootte. Al die aspecten die komen allemaal terug in onze tradecursus. Dus mocht je echt geïnteresseerd zijn om actief met traden aan de slag te gaan, check dan zeker even de pagina uit. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat er vast even een like achter onder deze video. En laat vooral in de comments weten wat jullie in de volgende video graag zouden willen zien. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.